Hallo, ik ben Marijke en ik wil jullie graag meenemen in mijn wereld van yoga, ontspanning en meditatie. Waarom? Ten eerste omdat yoga gewoon fijn is. En ten tweede omdat yoga heel goed kan helpen in deze stressvolle tijd. Hoe kan yoga helpen? Dat ga ik je nu uitleggen. We hebben namelijk een fysiek lichaam. Dat is, als het goed is, gezond is. En we hebben een hart. Waarmee we kunnen voelen. En dat staat voor onze emoties. En we hebben een geest. Waarmee we kunnen denken. En deze staat voor onze gedachten. En deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die beïnvloeden elkaar. Het lichaam. Denken, emoties. En weer lichaam. Dus bijvoorbeeld, ik heb een nare gedachte. Hier. Ik vind het niet leuk dat ik niet naar werk kan of naar dagbesteding of niet naar school. Ik vind het niet leuk. Daarop volgt een emotie. Je wordt boos. Je zegt potverdikkie. Ik wil gewoon naar school. Of je wordt verdrietig omdat je daardoor je vrienden niet kan zien. Dat kan weer invloed hebben op je lichaam. Omdat je boos bent, word je stijve spieren stijf. En misschien krijg je wel hoofdpijn of buikpijn. Dat is allemaal niet fijn. En omdat je dan weer pijn hebt in je lichaam, krijg je weer een nare gedachte en voel je je niet fijn. En zo gaat het maar door. Maar het goede nieuws is dat we deze negatieve spiraal ook kunnen doorbreken. En kunnen het omdraaien de andere kant op. Door één van deze gebieden bewust te veranderen. Nou is het makkelijkste om te beginnen bij je fysieke lichaam. Door deze in beweging te brengen. En daarbij kan je yoga juist zo goed helpen. Ik zal eens uitleggen wat we in een yogales doen. Een yogales is opgebouwd uit verschillende onderdelen. We hebben A. De activatie. B. Yoga sequentie. C. Asana. D. Ademhalingsoefeningen. E. Diepe ontspanning. F. Meditatie. Nou zijn dit misschien moeilijke woorden voor je. En zal ik een beetje uitproberen te leggen wat het allemaal is. We starten altijd met een activatie, dat is lekker bewegen op muziek, spieren losmaken en opwarmen. En dat is goed dat we het voorbereiden op B, de yoga sequence. De yoga sequence, dat zijn bewegingsreeksen die je helpen om blokkades in je lichaam op te lossen. Die blokkades die je net hebt gekregen door al die emoties. Dus, heel erg helpvol. Dan hebben we de asana's. Dat zijn specifieke houdingen die werken op je gemoedstoestand of op je organen. Bijvoorbeeld, de houding van moed is zo. Ga maar zo staan. Dan voel je gelijk je krachtig en sterk. De ademhalingsoefeningen die we doen zijn heel goed voor al die gedachten die in je hoofd zitten. Door ademhalingsoefeningen te doen worden die gedachten weer rustig en wordt je hoofd weer kalm. E, diepe ontspanning.
Hier mag je rust lekker bij gaan liggen. Op een matje of op een kleedje of je bed of wat dan ook. En dan praat ik je er doorheen hoe je systematisch je lichaamsdelen aan kan spannen en weer kan ontspannen. En ik beloof je dat je aan het einde daarvan je heerlijk ontspannen zult voelen. Voor de mensen die nog een stapje verder willen, hebben we de meditatie. Dat is voor de mensen die naar binnen willen gaan. Alle onderdelen van een yoga ontspanning meditatieles worden los opgenomen. Hierdoor kan je zelf beslissen welke onderdelen je wil doen. Je kan alle delen achter elkaar plakken, dan heb je een totale les. Maar je kan ook besluiten, nee, ik wil nu alleen maar dat onderdeeltje even doen. Het is bijvoorbeeld heel goed om de yoga sequence vaker te doen. Vaak te herhalen, dat is beter voor je lichaam. Gaat de bewegingen herkennen en gaat dan dieper werken. Nou, ik hoop dat ik jullie heb kunnen motiveren om met me mee te doen. En graag zie ik jullie terug bij het volgende filmpje, bij de activatie. Ik breng mijn handen nu in namaste. En dat betekent, het licht in mijn hart groet het licht in jullie hart. Namaste.